Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. Naast me zit Patrick. En ik ben Maurice. En nu hebben we het over de Foreigner. Foreigner met Jackie Chan. Leuk film. Leuke film. Ja. En Jackie Chan was geen Jackie Chan in de zin van wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Hij deed een beetje wow, maar ah, niet nee, echt, maar echt hij was meer wow. Ja, een beetje wow. Echt goed. Ja. Dus zoals wow en dan nee, we hebben er goed over nagedacht. Ja, hij deed het wel heel anders, heel anders. Ja. Ja. Leuk hoor. Er zat ook wel verhaal in. Ja. Dat was het interessante. Het ging echt over de IRA en of daar een afsplitsing van. Ja. Dat deed Pierce Brosnan ook goed. Ja. Goed. Met een goed. Hij speelde goed de rol van de Irishman. Voor mij is hij ook Irish, dus wat dat betreft. Nou, het interessante was dat er ook allebei hadden wel belangen die wel logisch zijn. Iedereen had zijn eigen belangen die geloofwaardig waren. Ja. En dat maakte eigenlijk Jackie Chan ging. Ja, die had ook gewoon. Die wilde gewoon de waarheid weten eigenlijk. Klopt. Hij had gewoon de waarheid gegeven, was er niks aan de hand geweest. Maar een man van wie alles afgenomen is, die niks anders heeft en wil gewoon weten wie er verantwoordelijk was voor de dood op zijn dochter. Ja, en ja, dan moet je niet een ex-Chinese commando-motherfucker hebben voor je. Wat een bakkie. Ja. Ook al is hij over de 60. Ja, nee, maar hij deed het op een leuke manier, want met kleine valletjes en dat soort dingen. Het was niet zo dat hij geen babbel had. Nee, echt militair. Echt militair stel. Dat kon wel, anders werd hij wel. Anders werd hij wel ja, hij kreeg klappen, kreeg ook behoorlijk klappen. Als het vechten was, dan kreeg hij ook een behoorlijk klap. Hij deel ze uit, maar hij was wel behoorlijk klappen krijgen. Ja. Wat ik wel een hele leuke rol vond, was eigenlijk die vrouw van Pierre Brosnan. Die was eigenlijk erger nog dan hem. Klopt. Die was veel fanatieker. Die was degene die... Ja, die had ook... Die wou ze de broer wreken. Ja. En dat deed hij niet. Nee. Want toen die broer gepakt werd, toen was hij net al in de peace negotiations. Ja. En hij denkt, ja fuck it, dan ga ik nou niet op het spel zitten. Ja. En dat heb zij altijd tegen hem gehouden. Ja. Dat was het probleem. Ja, en dat dus zij was inderdaad erger nog dan hem. En dat maakte dat ook dat er best wel dynamiek in zat. Dat er dus meerdere partijen allemaal eigen belangen. De Britten hadden ook eigen belangen die erin zaten. Ja. En dat maakte, ja. En dat vond ik trouwens ook, wat ik een heel mooie scène vond, dat die politie of SWS, commando's als het ware, die dan gingen naar die terroristen binnenvallen en hup, nee, gebruiken ze niet meer, bam, bam, werden er gewoon neergeknald. Klopt. Dat is eigenlijk helemaal niet. Ja, maar dat is misschien wel realiteit ook. Ja, dat denk ik ook. Maar we hoeven niet tenminste te praten, want due process bestaat toch niet. Nee. Dus vertel je het niet, dan hebben we ook niks aan je weg opruimen. Nee. Elimineren. Ja. Killshot is toch al gegeven. Ja. Kill order. Ja, dat gegeven. Maar dat vond ik wel interessant dat iets zal zien. Dus daarom was iedereen was grijs. Klopt. Nee, film. Ja. En dat maakte het. Eén vraag. Ja. Was dit een bioscoopfilm? Of zeg jij, dit had ook rechtstreeks naar de DVD of naar Netflix gekund? Want ik moet heel erg zeggen, ik zat een beetje met ik vond het een leuke film. Ja. Maar ik zat wel met gemengde gevoelens in de bioscoop dat ik dacht, ja. Is dit nou een bioscoopfilm? Oeh. Ik vond het meer een film original bij Netflix, heel eerlijk. Toen ik dacht van, moet ik hiervoor naar de bioscoop gaan? Ik vond het een heel vermakelijke film hoor. Ik vond het alleen niet echt een bioscoopfilm. Ik vind het is een leuke film als je tijd over hebt. Wij hebben dus partykaarten, ja. Dan doe je het. Maar ik zou niet speciaal bioscoopkaarten kopen. Nee. Dus ik vond het niet echt een bioscoopfilm dit. Nee, maar toch niet echt bioscoopwaardig. Toch vond ik een leuke film. Dus het was ook zo. Ja. Maar ik vond ook wel een tv-niveau hebben. Juist. Ja, dat is een hele een goede tv-film, hoe ziet tegenwoordig niet meer zoveel. En dat is deze echt wel waard. Dus ik zou hem zeker wel Netflix gaan kijken. Ik ook, zeker weten. Ja, zeker weten. Als voorzitter zou zien, dan denk ik ook wel voor. Ja, moet je gewoon doen. Maar een echte bioscoopfilm, nee. Nee, daar zie ik gewoon, Dus ja. Maar leuke actiefilm. Ja. Gewoon een leuke actiefilm. Dus ik zou zeggen... Als je tijd over hebt en je hebt niks te doen, kijk pakken. Maar dat maakt een cijfer nou wel moeilijk, vind ik. Ja. Ja, hij heeft zeker een voldoende gescoord. Heb je zeker, Dat heb je gehaald. Ja. Ik vind geen 8. Nee. Dus ik zit tegen de 7 aan te rollen, maar ik denk dat ik een 6,5 geef. Ja, dat denk ik ook. Want een 7, moet hij toch wel aan iets meer weer voldoen om die 7 te krijgen. Dus ondanks dat ik me vind, dat is steeds een goede film. Ik zou ook alle twee zeker kijken. Ja. Maar het is meer een tv-film. Dus 6,5. Prima. Ja. Maar kijk hem, want hij is ook gewoon leuk. Dus wat dat betreft... Gewoon doen. Op tv. Oké. Top. Tot ziens weer. Doeg.